je bismillah gezegd, Adam? Nee, nog niet. Waarom zeggen we eigenlijk bismillah? Als je bismillah zegt, zal Allah dat wat je doet zegenen. En als je bismillah zegt, zal de duivel bij jou vandaan blijven. Oh, dat wist ik niet. Maar wat betekent het eigenlijk? Het betekent in de naam van Allah. Oké, en wanneer moet je het zeggen? Pam, 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 pam. In de naam van Allah, bismillah. Alles wat we doen is lillah. Omwille van Allah, onze Heer. Zeg daarom altijd bismillah, vergeet het niet meer. Zeg bismillah, bij het drinken en het eten. Zeg bismillah, dat mogen we niet vergeten. Zeg bismillah, bij het aan- en uitkleden. Zeg bismillah, dan is Allah tevreden. In de naam van Allah, bismillah. Alles wat we doen is lillah. Omwille van Allah, onze Heer. Zeg daarom altijd bismillah, vergeet het niet meer. Zeg bismillah, bij elke keuze die je maakt. In de naam van Allah, degene die over je waakt. Degene die je alles geeft, degene die alles weet. Degene met alle macht, degene met alle kracht. Degene die alles bezit, de hemel en aarde. Vergeet het niet meer. Zeg bismillah als je begint aan het gebed. Allah zegent jou wanneer je bismillah zegt. Zeg bismillah wanneer je naar bed gaat. Zeg bismillah wanneer je weer opstaat. Zeg bismillah bij het nemen en het geven. Zeg bismillah voor een gezegend leven. Zeg bismillah als je naar school toe gaat. Zeg bismillah voor vergeet het niet meer. Nou, weet je wat bismillah betekent? Ja, het betekent in de naam van Allah. Begrijp je nu wanneer je het zegt? Elke keer wanneer ik aan iets begin. En waarom? Zodat Allah dat wat ik doe zegent. Goed, en wat nog meer? Dan zal de duivel bij mij vandaan blijven. Goed, niet meer vergeten, hè, Adam?